Een maand geleden begonnen wij van Conforminder de podcast in de stad met onze zoektocht naar de Conforminder speler van het jaar. De beste speler van FC Groningen van het afgelopen seizoen. Dat was een grandioos succes. Wie wordt de speler van het jaar van FC Groningen? Ik heb eigenlijk geen idee, is het erg? Dat vraagt wel echt de foute persoon. Ik ben niet bekend met de Groningse spelers. De speler van het jaar. Kijk, Ik zou het niet weten. Kunt u één speler noemen? Nee. Geen één. Helemaal niet. Het is een Chinese jongetje van mij. Ik weet niet hoe die heet. Ik zou het niet weten. Ik weet helemaal niks van de FC Groningen. Via de internetstembussen werd het wel duidelijk wie de Conforminder speler van het jaar moest worden. Met maar liefst 43% van de stemmen wisten namelijk Barcelona vertrekkende Ludovic Reis de prijs in de wacht te slepen. Wij zoeken hem op om de prijs uit te reiken. De Conforminder speler van het jaar 2018-2019. Ja, dan is mijn eerste vraag natuurlijk, wat gaat er door je heen? Ja, natuurlijk trots als je zo'n prijs mag krijgen. Ik denk dat elke speler daar wel blij mee mag zijn. Ik denk dat het een heel mooi seizoen voor mij geweest. Ik ga een mooie stap maken en als je zo'n prijs nog erbij kan krijgen, dat is natuurlijk top. Ja, 43% van de stemmen kreeg je. De Groningen supporters vonden jou dus verreweg eigenlijk de beste speler van het afgelopen seizoen. Hoe blik je zelf dan terug op het afgelopen seizoen? Een heel leerjaarsseizoen. Ik denk dat ik heel veel heb mogen ontwikkelen. Ik ben natuurlijk ook jong en je wilt altijd spelen. In het begin was dat soms even niet zo, maar goed. Ik denk dat ik me goed heb teruggeknokt en blij dat ik nu hier zo mag staan met zoiets moois, toch? Ja, en natuurlijk de transfer naar Barcelona verdiend. Die Conforminder speler van het jaarprijs, die win je niet vaak in je carrière. Waar in Barcelona gaat hij staan? Waar in Barcelona gaat hij staan? Hij gaat er gewoon een mooi plekje krijgen. Ik bedoel, ik moet nog even kijken welke plek dat is, maar er komt zeker een mooi plekje van. Ja, je had hem al gezien, maar bij deze ook officieel. Top, dankjewel. De Conforminder speler van het seizoen 2018-2019. Erg mooi schaal. We zijn er zelf trots op. We vinden het eigenlijk zonde om hem weg te geven. Maar bij deze heel veel plezier ermee. Als het zee Groningen weer scoort.